Ik ben Wim Verheijden, 52 jaar, geboren en getogen Bornemnaar. Ik ben reeds ongeveer 20 jaar actief in de lokale politiek voor het Vlaams Belang. Momenteel ben ik aan mijn derde termijn als gemeenteraadslid begonnen, mijn tweede als fractieleider. Vorig jaar was ik ook verkozen voor de provincieraad, maar dat mandaat moet ik nu naast mij neerleggen. En ik ben nu voor het eerst in het Vlaams parlement en ik kijk er echt naar uit om de handen uit de mouwen te steken. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Wel, ik denk dat de vraag niet is waarom ik heb deelgenomen aan de verkiezingen, maar net waarom ik voor het Vlaams Belang heb deelgenomen aan de verkiezingen. En dat is voor mij eigenlijk heel eenvoudig, omdat ik nog steeds van mening ben dat het Vlaams Belang de enige partij is die de voeling met de kiezer, met de Vlaming, niet verloren is. En op basis daarvan hebben wij dus een goed programma opgesteld dat heel veel antwoorden wil geven aan de vragen, aan de behoeften van die Vlaming. Zoals zaken in zaken migratie, integratie, welvaart, sociaal-economische thema's, mobiliteit. We hebben een programma opgesteld dat alle facetten van de samenleving, dat er een antwoord op tracht op te geven, oplossingen voor wil zoeken. En dat heeft er mij zeker en vast over de streep gehaald om dus echt effectief voor het Vlaams Belang en met heel veel plezier voor het Vlaams Belang op te komen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Oh, eigenlijk dubbel. Langs de ene kant vreugde, euforie, omdat je die goede resultaten ziet binnenkomen. En dan anderzijds spanning, omdat je dan meteen ook de link maakt van oké, wat gaat het voor mij zijn? Zal ik niet verkozen zijn? Je maakt automatisch die link. Ik had dan een strijdplaats, vijfde plaats. Dat was dus niet zo evident om erbij te zijn. En je hebt ook dat team van mensen die toch een aantal maanden achter jou staan, die je meehelpen met de bussen, markten te bezoeken, bord te zetten, noem maar op. Die mensen die geloven in jou, die hebben ook het beste van zichzelf gegeven in die campagne. En je wil je uiteraard niet teleurstellen. Dus en dan zit je inderdaad naar die uitslag te krijgen die binnenkomt. En dan ga je automatisch de link leggen. En gelukkig voor mij is dat, en voor mijn team ook, is dat allemaal heel goed meegevallen. Dus op het einde van de avond was dan zo even van, oef, het is toch gelukt. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, uiteraard. Voor de partij had ik het een beetje verwacht dat we in stijgende lijn zouden zitten. Maar voor mezelf natuurlijk was het ja, toch wel een verrassing. Ook al omdat ik niet zo heel veel illusies gemaakt had. Ik had niet veel illusies gemaakt bij het begin van de campagne. Oké, je hebt daar die strijdplaats. Onze provinciale voorzitter noemde het eigenlijk een kamikaze-opdracht die ik had gekregen. Dat had hij ook gezegd het jaar ervoor, toen ik lijsttrekker was voor de provincieraadsverkiezingen voor de regio Mechelen-Lier. Toen was dat ook voor hem een kamikaze-opdracht. En kijk, op een 7 à 8 maanden heb ik 2 keer een kamikaze-opdracht tot een goed einde gebracht. Dus dan ben je uiteraard tevreden. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik ga in de eerste plaats met de voetjes op de grond blijven staan. Een nieuwe functie creëert inderdaad verwachtingen. Het is een nieuwe uitdaging, compleet nieuw. Ik kom uit de industrie. Ik heb altijd in de industrie gewerkt. We gaan nu iets totaal nieuw doen. Dus ik temper mijn verwachtingen in het begin een beetje. Ik ga in het begin vooral mee inwerken in de dossiers die ik ga toegestuurd krijgen. Ik weet nog niet welke dossiers ik juist zal te behandelen krijgen. Ik zou graag iets doen op mobiliteit. Ik kom zelf uit een streek waar heel veel mobiliteitsproblemen zijn. En ik hoop toch die dossiers op de agenda te kunnen brengen en daar toch naar een oplossing of naar een begin van een oplossing te zoeken. Ik woon in Bornem, zo'n beetje tussen Antwerpen en Brussel in. Ja, dan weet je genoeg natuurlijk. We hebben daar de beruchte Scheldebrug. Elke dag knopen dat niet mooi is. Dus ja, ik probeer daar, daar zou ik zelf iets aan willen doen. Maar er zijn uiteraard nog andere onderwerpen die mijn interesse wegdragen. Hè. Binnenlands bestuur interesseert mij, ruimtelijke ordening interesseert mij. Dus ik ga me daar eerst en vooral op inwerken, mijn weg zoeken. Maar dan, eerst dat we daarmee bezig zijn, als ook die ervaring dan begint te spelen, ja, dan ga ik toch wel mijn eigen verwachtingen een beetje hoger leggen en men zal zeker van mij horen. Dus ik heb wel wat verwachtingen, ja. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee. Ik heb het in het begin wel overwogen. Ik wou nog 1 à 2 dagen eventueel naar de fabriek gaan. Maar dat vond men op het bedrijf zelf niet zo'n schitterend idee. Ik heb een job momenteel die nogal gelinkt is aan productie. Dus wij moeten vrij flexibel zijn. Wij moeten in team werken. En het was dus niet gemakkelijk om in die planning ook nog eens mijn parlementaire job mee in rekening te brengen. En vandaar hebben wij in onderling overleg beslist om dus tijdelijk
even het bedrijf opzij te laten liggen. En ik kan me nu de volgende jaren voltijds focussen op de job van politicus. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Die is er eigenlijk al. Ik ben aan een derde termijn bezig als gemeenteraadslid in Bornem. Tweede als fractieleider. Ik ben voorzitter van de afdeling. Ik ben nog actief in het regionaal bestuur. Dus ik heb toch wel wat functies. En dat maakt dat je natuurlijk al heel veel van huis weg bent. Dat dat al een invloed heeft op je sociale activiteiten. Maar ik probeer toch nog op regelmatige basis tijd vrij te maken voor die zaken. Dat was nu, dit jaar, iets moeilijker. We hebben twee campagnes gehad op één jaar, dus dat is wel vrij intensief. Maar ik denk dat de invloed op mijn sociaal en mijn familiaal leven beperkt zal blijven, gezien het feit dat ik nu al vrij druk bezet ben. Ik zal het een beetje moeten reorganiseren, misschien een paar aantal zaken doorschuiven naar iemand anders, dat weet ik niet. Moeten we een keer bekijken. Maar ik ga proberen die impact toch in ieder geval beperkt te houden. Dat die er is, ja, dat weet je. En anders moet je niet aan politiek beginnen. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Wel, de kiezer mag mij afrekenen op het feit of ik mijn job zal gedaan hebben als parlementair. Of ik me inderdaad heb laten horen. En of ik in de volgende 5 jaar voldoende naar die kiezer zal blijven luisteren hebben. Want dat is toch wel belangrijk. Ik wil die grieven, die noden van de mensen, die wil ik hier volop in dat parlementair halfrond brengen. En daar mogen ze mij op afrekenen.